Kom op. Kom op. Sneller. Hups, oké, dat is 1. Come on. Nummertje 2. Mensen van Dota, welkom bij een nieuwe video. Vandaag spelen wij Witch Wars. We hebben het een tijdje niet gespeeld, maar ik heb onwijs veel zin om mensen te ownen. Ik pak mijn spulletjes, trek ik aan en wij gaan meteen spelen. Hé, hey, water. Mogen er lekker water naar beneden vallen? Jeetje, wat is dat toch fijn. Jongen. Wat heb ik toch nu al aan mijn teamspelers? Helemaal niet. Maar dat maakt niet uit, want ik ga gewoon zelf ownen. Oh, ik heb een button. Wat kan ik met een button? Ik stop hem hierop. Oh, dat kan niet zo dichtbij. Daar dan. Oh. Lekker een beetje de hele dag op de button drukken. Hey. Werkt goed. Ik heb 15 spulletjes. Ik ga denk gewoon lekker meteen naar het midden. Laten wij dit doen met z'n allen. Yes. Oh, wat freaking irritant zeg. Dat iemand daar die shit heeft neergegooid. Maar dat maakt niet uit. Ik trek even schoentjes aan. Zo, eerst even iets voor mijn hoofd. Dan even iets voor mijn schoentjes. Ja hoor. En dan pakken wij deze. Zo. Bram. Dan gaan we eventjes kijken. Wij pakken wat te eten. Zo, pakken we erbij. Dan doen we die. Yes. Alright. We hebben onze shit. Lovely. Dan ga ik even inbouwen. En dan gaan we naar het midden. Want volgens mij, ik zag dat mensen al in het midden waren. Dus ik ga niet heel moeilijk doen over dat ik als eerste wil zijn. Want ja, obviously lukt dat niet. Ik ga wel even deze dude kicken. Want volgens mij heeft hij hacks. En dat kunnen mensen altijd opnemen. Dus iemand heeft dat zo net opgenomen. Dat wordt allemaal afgehandeld. Maar nu heb ik even geen zin in hem. Zo simpel is het leven. En hij wordt straks geband, permanent. Nou. Hé, heb je toch 2 mensen kunnen vermoorden? Bam! Alright, wij gaan naar het midden. Zo. Pak ik deze kant. En zo. Gaan we daarheen. Volgens mij, ja, niemand heeft pijlen of zo. Dus ik kan redelijk veilig bouwen. En dat zal ik dan ook zeker doen. Oh shit, ik had die. Ah, ik had die kopwebs moeten zetten. Op de heks. Stom. Dan gewoon deze kant op. We zijn er bijna. Ik heb niet genoeg blokjes. Oh, oké. We moeten nog even wat blokjes halen. En dan zijn we klaar. Dan zijn we in het midden. Tenminste, klaar. Dan begint het net, maar... in ieder geval klaar met het bouwen naar het midden. Oké. Jongens, wat is onze tactiek? Ik heet I Blubman. I Blubman. Dat klinkt een beetje als SpongeBob. Woep. Oké, we hebben spulletjes. Zo. En dan gaan we deze kant op. Ik ben goed in PvP, dus... Nou, dat klinkt als een... goede tactiek. Ik ben goed in PvP. Zeg ik nou... Nee, ik zei PvP, toch? Oké, ik hoop het wel. Dus dat is onze tactiek. Let's go with that. Dat zal vast werken. Hij zei het zo overtuigend. Ik vertrouw hem helemaal. 100%. Oké, let's go. Ga naar het midden. Welke kleur zijn wij? Wij zijn groen, toch? Ja. Let's go, boys. Let's go. Deze nog erbij. Nice. Ja, en eigenlijk wil ik wel meteen een Elytra scoren. Ze hebben ook gewoon niets naar het midden gebouwd, hè. Luilakken. Ik moet hier een beetje alles zitten bouwen. Man. Is dit 1.8? Nee, het is 1.9 op het moment. Misschien dat verandert, weet ik nog niet. Maar wie weet. Ja, het is nu... Nee, het is nu 1.9. Eten! Oh. Kom op. Snel. Ik wil er niet afgegooid worden. Dat maakt mij niet blij. Ga je omhoog bouwen? Echt?
Hupsakee, Blubman to the rescue. Lekker Blubman. Echte PvP baas, jongen. Oh, daar is iemand. Kom op. Kom op, Blubman. Hupsakee, daar ging iemand met de Elytra. Easy. Easy. Hupsakee, daar hebben we nog iemand. Zo doen wij het, jongens. Deze kills, jongen. Even... Gone Apple. Oh, hij gaat er vandoor. Oké, dan niet. Yo, dan niet, hè. Ha. Wouter, hoe vaak kan je missen, vriend? Hupsakee. Nou, we hebben hem alsnog. Ha. Ik moet wel even wat beter worden, jongens. Alhoewel, ik heb net 7 kills. Nee, oké, misschien moet ik me niet zo aanstellen. Ik heb redelijk wat kills. Hup, omhoog. Omhoog. En verder omhoog. Oh, dat was een mede-groene vriend. Oké, dat is wat chill. Dat is wat chill. Ik ga terug. Want ik heb nu 14 shards. Ja, ik kan er op iets meer... Weet je wat? We wachten gewoon nog heel even. En hopelijk hebben we dan iets meer shards. Ik wil even epische kills gaan maken. Waar is groen eigenlijk? Oké, daar is groen. Ik wil epische kills gaan maken met mijn Elytra. En het lijkt erop alsof niemand naar boven komt. Dus weet, ik vind het allemaal goed. Ik vind het allemaal mooi. Misschien straks voor de zekerheid toch nog even een appeltje nemen. Ik wacht tot ik 21 heb. Is het 1.8 PvP? Dude, jij bent toch zo'n goede PvP'er? Dan ben je daar toch al achter. Of heb je nog niemand vermoord? Oei, oei, oei. Mensen van tegenwoordig, hè? Oh shit, gaat iemand naar ons ding toe? Ik ben bang van wel. Ja, ik kan al naar een ding gaan. Even kijken, blauw. Oranje leeft niet meer, dus daar zou ik heen kunnen gaan. Flypower is vermoord. Help! Ja. Oh, my. Ik ga gewoon hierheen. Ik vertrouw niet op mijn team. Helaas. Ik zou willen kon zeggen dat het anders was, maar ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het voor geen cent. Oké, deze kant op. Want ja, er zijn nog 3 van blauw. Dat gaat wel even een probleem worden, hè? Dat gaat wel even een probleem worden. Ik ga gewoon hierheen. Zo. Oké, dan beginnen we met een Elytra. Ja, dan... Oh, laat ik mijn spullen vallen. Heel handig. Heel goed. Dan pakken we een Iron Sword. En dan pakken we... Even kijken. Ja, we hebben geen chestplate. Dus we gaan dan voor een hoofd. Voor leggings. En voor boots. Hupsakee. Die trekken we dan even uit. Allemaal. Doen we die aan. En die aan. En die aan. En die aan. En dan pakken we nog wat te eten. Met deze. Zo. 24 eten. Alsof het niet genoeg is. En dan pakken we nog even wat blokjes. En dan gaan we gewoon blauw even ownen, want... Ja, dat moet wel. Want er zijn nog veel te veel van blauw. 3 van blauw. Oké, dan pakken we hier nog wat blokjes van, toch? Ja, we hebben genoeg te eten. Oké. We gotta do this. We gotta do this. Waar... Oh nee, shit, we hebben nog een... we hebben nog een pickaxe nodig. Anders kunnen we dat nooit winnen. En we gaan gewoon solo, jongens. Oh, ik ben nu ook echt solo. Oké, ja, dan ga ik helemaal solo. Jongens, we gaan gewoon solo tegen een ander team. Let's freaking do it. Let's do it. Ja, ik wil dus eigenlijk eerst even hun witch pakken. Ja, dit gaat zo lastig worden. 1-3, like. Hoe ik dit ooit moet gaan winnen, ik weet het niet. Maar we gaan het gewoon proberen. Toch? We gaan het gewoon proberen. Eigenlijk zou ik eerst willen wachten tot iemand op midden is. Dat ik dan stiekem naar hun bridge toe kan gaan. Maar ja, ik ga het er maar gewoon op gokken. Ik kan wel hier eeuwig blijven staan. Maar er is maar één manier hoe we erachter gaan komen. Oké. Rustig, zo. En weer inbouwen. Zo. En de witch dood maken. Alright, we hebben de witch. Zijn hier nog mensen? Nope, zijn er niet. Oké.
Oh, daar gaat iemand omhoog. Oké, daar gaat iemand omhoog. Dan wacht ik totdat hij naar mij toe is gevlogen. En dan ga ik naar het midden. Ik weet niet of het slim is dat ik naar deze kant ga, maar... Whatever. Whatevs. Ups, oké. Oh, shit. Oké, go. Want daar op midden zie ik nog één iemand. Ik moet, zeg maar, apart tegen ze gaan vechten. Want anders red ik het niet. Kom op. Kom op. Kom op. Sneller. Hups, oké, dat is één. Come on. Nummertje twee. Nummertje 2. Hupsakee, dat was nummer 2. Wij gaan voor nummer 3. We pakken het team gewoon in ons eentje. Let's freaking do it. Waar is de laatste chick? Oké. Waar is ze? De vijand is 180 blokken bij je vandaan. Let's go. Let's go. Deze kant op. We hebben weer een hacker. Echt? Oh, GG. 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 Ze denken dat ik hacker ben, maar nope. Not today. Ik heb hier gewoon keihard geowned, jongens. Oh, wat was dat lekker. Wat was dat lekker, zeg. Woe. Guys, vond je dat nou epic? Smash het duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren. Wij doen dit gewoon. En dan zie ik jou heel graag morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.